In deze video gaan we kijken naar de Neumann dakkoffer met een inhoud van 300 liter. De Neumann dakkoffer van 300 liter hebben wij verkrijgbaar in twee verschillende varianten. In zwart en in grijs. Beide modellen zijn altijd in hoogglans. Nou, 300 liter, een dakkoffer van 300 liter, dat is een dakkoffer die zit aan de onderkant van het segment. Hè. Dat zijn de kleinere dakkoffers. Nou, waar moet je ongeveer rekening mee houden als je het hebt over 300 liter? Denk dan eventjes aan 2,5 sporttas wat daarin past. Nou, de Neumann dakkoffer, zoals gezegd, is een compacte dakkoffer. Zeer geschikt voor de kleinere auto's. Hij heeft namelijk een lengte van 131 cm. Hij is 72 cm breed en 32 cm hoog. De box is uitgevoerd met een vlakke bodem. En daardoor past hij ook weer gewoon heel netjes op alle type dakdragers. Hij gaat aan één zijde open, dat is aan de rechterzijde. Het maximale laadvermogen van de box is 50 kg. En belangrijk is nog eventjes de afstand tussen de dakdragers. Die kan bij deze box minimaal 53 cm zijn en maximaal 87 cm. Dus de ruimte tussen de dakdragers waar deze dakkoffer op past. Dan eventjes het monteren van deze dakkoffer. Het monteren van deze dakkoffer gaat met behulp van de U-beugels. Ik zal even openmaken. Zo. Het zogenaamde U-beugelsysteem wordt gebruikt. Dat betekent dat hij makkelijk en eenvoudig te monteren is. En de breedte van deze U-beugel is 8 cm. Dus ook op de bredere dakdragers past deze dakkoffer perfect. De dakkoffer is uitgevoerd uiteraard met een slot, eenzijdige opening zoals ik al eventjes zei. Hij heeft twee sluitpunten, daardoor zeer veilig. Kan gewoon niet openwaaien onderweg. Uitgevoerd met zeer solide scharnieren. Wat zit er verder nog bij de box? Naast de montagematerialen hebben we nog stickertjes. Die zijn te gebruiken om de gaten in de box die niet gebruikt worden voor het montagesysteem om die af te plakken, zodat de koffer mooi waterdicht blijft. Er zitten twee spanbanden meegeleverd. Die spanbanden kunt u gebruiken om zaken in de box vast te leggen, zodat de spullen niet gaan schuiven tijdens het rijden. En zeer interessant, er wordt ook een wandhouder meegeleverd, dat is een haak. Die kunt u aan de muur bevestigen in uw garage, waar u de box zou willen opruimen. Inclusief de schroefmaterialen hiervoor, die zitten erbij. En dat zorgt ervoor dat de box dus gewoon heel goed opgeborgen kan worden. En dus ook netjes en vooral veilig en geen beschadigingen opgeborgen kan worden in huis. Nou, laten we nog even kort kijken hoe de box aan de dakdragers gemonteerd gaat worden. Zoals ik al zei, het is met het zogenaamde U-beugel systeem. Daarmee draaien we zeg maar, de beide knoppen los van de U-beugel. En de twee halen we het plastic gedeelte eraf. Nou, deze stangen zeg maar, zijn even de dakdrager zoals die op de auto komt te liggen. De U-beugel gaat onder de box, onder de dakdrager heen. Binnen in de box. Aan de binnenzijde van de box wordt dit plastic element erop geschoven met de opening voor de spanbanden naar de binnenzijde. Gaat over de U-beugel heen en vervolgens draaien we aan de binnenkant de twee draaiknoppen weer op de schroefdraad en die draaien we gewoon lekker vast. Vast is vast, het hoeft niet extreem vast, het is goed vastzitten. En op dat moment zit deze koffer vast aan de dakdragers en dit herhalen we dan ook weer voor alle vier de punten. Daarnaast is het een kwestie van de dakkoffer vullen, deksel sluiten, slot bedienen, afdekkapje eroverheen en de dakkoffer is klaar voor gebruik.